Vandaag is het exact 450 jaar geleden dat deze Philips van Montmorency onthoofd werd op de macht van Brussel op bevel van Philips II. Die terechtstelling leidde tot de 80-jarige oorlog en de scheiding tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Als heer van Nevelen was hij zeer belangrijk voor de streek, maar ook, dus hij behoorde ooit dus tot het gevolg van Karel V. Was oorspronkelijk een vertrouweling van koning Philips II en is achteraf in ongenade gevallen omdat hij te verdraagzaam was tegenover het protestantisme dat stil aan de kop opstak, maar ook omdat hij zich niet kon verzoenen met de manier van Philips II, die eigenlijk streefde naar een soort absolutisme. Goed, de voorzitter heeft in zijn woordje daar juist gezegd dat je het leven soms een kant moet kiezen. Nu, de gemeente Nevelen heeft gekozen voor het kamp van Deinzen en Deinzen heeft gekozen voor het kamp van Nevelen. En daarmee wordt een stukje van de geschiedenis rechtgezet, want Nevelen is in de tijden van de Franse revolutie de stadsrechten kwijtgespeeld. Dus en zo is de cirkel weer rond, want 450 jaar geleden omvatte het land van Philips van Montmorency zo goed als het grondgebied van de nieuwe fusiegemeente Deinzen. De terechtstelling van de graaf van Hoorn werd hier niet alleen met doodsklokken herdacht, maar ook op een sportieve manier. Dus de bedoeling is om dat te herdenken dus met een fietstocht dus door de bezittingen van de graaf van Hoorn. Dus we vertrekken hier, rijden door Voslaren, de Gentstraat, eigenlijk de oude weg naar Gent, rond in Deurle, rond het hoofdterrein, de vroegere warande, het jachtgebied van de heren van Nevelen. Dan rijden we verder naar kasteel van Hooydonk. Dus het kasteel van Hooydonk, waar de graaf van Hoorn geboren is. En daar brengen Erik Wille en Luc de Zutter, dus een van de oudste moordliederen van Vlaanderen, een beklaagliedeken van de edele graven Egmond en Hoorn. Dus een moordlied uit 1577. En dan keren we terug langs de Mayhemdijk